Ik ben vandaag op de Tweede Maasvlakte en hier achter mij zie je Portlantis. Dit heeft Van de Ven gebouwd in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. De bouw is nu klaar en, zoals je kunt zien, met een prachtig resultaat. Ik ben ontzettend benieuwd en laten we eens gaan kijken. Het Havenervaringscentrum wordt een publiek centrum in en over de Rotterdamse haven. Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen. Elke verdieping is vierkant en heeft een panoramagevel met een uniek uitzicht dat straks aansluit bij het verhaal wat op die verdieping wordt verteld. Via de trap bereik je straks het letterlijke hoogtepunt van het gebouw, het panoramadakterras. Zullen we eens een kijkje gaan nemen? Ongeveer 30 meter hoogte kan je straks genieten van dit enorm mooie uitzicht. Op het dak zijn ook zonnepanelen geïnstalleerd. De energiebehoefte van Portlantis wordt met deze zonnepanelen en de windmolen hierachter gedekt. Dit maakt het gebouw dus lekker duurzaam en energie-neutraal. Mark, jij was projectleider van de bouw van Portlantis. Kan je wat meer vertellen over de bouw? Jazeker. Het gebouw is opgebouwd uit een stalen frame. Met daaromheen glazen vliesgevels en sandwichpanelen. En waarom is er gekozen voor staal? Staal is demontabel. Dat was een van de eisen uit het contract. Daarmee is het gebouw duurzaam en circulair. Dus je kan het in principe straks weer helemaal afbouwen en hergebruiken? In principe is het helemaal, kun je het helemaal uit elkaar halen. En ook de fundering kan uit elkaar. Er zitten ook geen palen onder. Oké. Okay. Het staat natuurlijk wel op een bijzondere locatie, de Tweede Maasvlakte. Hoe was het om hier te bouwen? Dat was een hele uitdaging. We zitten net achter de duinerij. En de wind die heeft ons werk wel wat bemoeilijkt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het wel allemaal gelukt. Het project heeft een hele korte doorlooptijd gehad. Hoe was dat? We hebben het gebouw in iets meer dan een jaar gebouwd. En voor gebouwen van deze omvang is dat heel erg snel. Er waren ook vrij veel disciplines bij betrokken. Waardoor we de nodige uitdagingen in de planning hebben gehad. Maar uiteindelijk is dit het eindresultaat geworden. De inrichting van het volledige terrein is ook gerealiseerd door Van de Ven. Het terrein is onder andere voorzien van parkeerplaatsen, een busoverkapping en een containergebouw voor onder andere het sprinklersysteem en de fietsenstalling. Kortom, een uniek, uitdagend en veelzijdig project waar we bij Van de Ven echt trots op zijn. Het havenbedrijf gaat nu verder met de expositie, maar voor ons zit het er nu op. Uiteraard komen we wel terug om het eindresultaat te bekijken. Tot snel!